together pray to you. My little feet together follow you. I lift my eyes and look to you, and my heart will love you. God, you are my Father, Jesus Christ, my friend. Holy Spirit, you help me on my way. Goeiemôre kinderkerkmaats en baie welkom by vandag se uitsending van ons les. Ons is nou wel nie saam by die kinderkerk vandag nie, maar in ons harte is ons nog steeds saam. Vandag se les is baie baie belangrik en dit gaan oor wat is gebed. Kom ons sluit ons oë, dan bid ons. Dankie Here vir hierdie wonderlike dag wat U ons gegee het en dat ons die geleentheid het om by mekaar te kom bid. Here, al is ons nie by mekaar in die kinderkerk nie, is ons nog steeds by mekaar in ons harte en deur die Heilige Gees wat in ons harte plaas. Here, ek vra, wees saam met ons deur die week wat voorgelê en elke ding wat ons gaan doen, Here, en dat ons allemaal gesond en veilig sal wees en dat ons een van die dae weer by mekaar sal wees om U naam groot te maak. Here, ek sê vir U dankie vir elke ding wat U ons gee en dat U ons sonde vergewe sonder dat ons eers te oef, so baie te vra, Here, gee U ons alles wat ons nodig het. En ons sê vir U dankie. Dankie, Here, vir ons mamas, papas, huise, kos, klere, ons maatjies, ons kerk. En Here, dankie dat U ons sondes vergewe het. En ek vra dit in die groot en heilige naam van Jesus Christus. Amen. So glad.
in de wereld. In zijn hand, hij houdt ons allemaal in zijn hand. Hij houdt die hele wereld in zijn hand, hij houdt die hele wereld in zijn hand, hij houdt die hele wereld in zijn hand, hij houdt ons allemaal in zijn hand. Hij houdt die kleinste fijnste barbecue. In zijn hand, hij houdt die kleinste fijnste barbecue. In zijn hand, hij houdt die kleinste fijnste barbecue. In zijn hand, hij houdt ons allemaal in zijn hand. Hij houdt van Boeddha in Sissa. In zijn hand, hij houdt van Boeddha in Sissa. In zijn hand, hij houdt van Boeddha in Sissa. In zijn hand, hij houdt ons allemaal in zijn hand. Hij houdt van papa en van mama. In zijn hand, hij houdt van papa en van mama. In zijn hand, hij houdt van papa en van mama. In zijn hand, hij houdt allemaal in zijn hand. Hij houdt van opa en van oma. In zijn hand, hij houdt van opa en van oma. In zijn hand, hij houdt van opa en van oma. In zijn hand, hij houdt ons allemaal in zijn hand. Hij houdt van jou en van mij. In zijn hand, hij houdt van jou en van mij. In zijn hand, hij houdt van jou en van mij. In zijn hand, hij houdt ons allemaal in zijn hand. Het jy al ooit met iemand gepraat en hulle iets geneer? Het jy al ooit jou maal iets gevra en hulle antwoord jou eenvoudig nie? Of dalk met vriende of familie gepraat of 'n onderwyser dalk en hulle gee net nie antwoord nie? Maar jy swaak vir jou goeie nuus uit. God ignoreer jou nooit nie. God het altyd tyd om met jou te praat. Ons noem hierdie praat met God noem ons gebed. Vandag gaan ons bietjie gesels oor gebed. Jesus het vir ons 'n baie mooi voorbeeld in die Nuwe Testament gegee van hoe ons kan bid met God. Die gebed word die Onse Vader genoem. Maar vandag gaan ons bietjie kyk na 'n ander voorbeeld wat ons in die Ou Testament kry met 'n profeet. Sy naam is Elia. Nou as jy saam met my wil lees, gaan ons in 1 Konings 18 vers 20 tot 40. Nou ek gaan net vir julle vertel die storie daarvan. Dit was in 'n tyd van droogte waar Elia vir die koning gesê het dit gaan nie reën tot hy so gesê het nie. En die volk van Israel het baie ander gode aanbid en nie vir God nie. En Elia het toe die ander profete allemaal uitgedaag en vir hulle gesê, hulle moet allemaal op die berg Karmel gaan, waar hulle die twee gode gaan aanroep. Elia het een bil gevat en die ander 450 het een bil gevat en die Baal profete het eerste gegaan. En hulle het die bil gevat en hulle het voor die offer gedans en tot Baal geroep en gebid en gevra en hulle self met spiese en hulle messe gekerwe soos hulle geloof was om te doen. Maar Baal het hulle nie geantwoord nie. Hy het nie die bil in die brand gesteek soos hulle wel gehad het hy moet doen nie. Elia het hulle naderend gespot en gesê hulle met harde roep, dalk is hy net op reis, dalk slaap hy en moet hy net bietjie wakker word. Toe dit Elia se beurt was, het hy eers vir hulle gesê, het hy eers die altaar herbou van God wat hulle afgebreek het. Hy het met 12 klippe gebou, soos die stamme van Israel is, en daarop het hy vir hulle gesê, hulle moet 4 kruike water vat, en bo op die altaar gooi. Hy het vir hulle gesê, hulle moet dit 3 keer doen. Daarop het hulle dit 3 keer gedoen, totdat die sloot om die altaar vol water was. Elia het toe tot God geroep, en hom aangeroep tot God. En God het hom geantwoord met vuur uit die hemel uit, en daarop het die volk van Israel neergeval op hulle aangesig en gesê, God is waarlik God. Verder kan ons hier uitsien dat God waarlik enig iets sal doen wat ons omvra. Daar is niks vir God onmoontlik nie. As ons God iets vra, dit maak nie saak hoe groot of hoe klein dit is nie. God sal vir ons enig iets doen. Ons moet net aanhoudelik bid en daarvoor vra. Nou, ons allemaal weet wat hierdie is. Dis 'n eenvoudige voorbeeld wat ons kan gebruik om gebed te beskryf. Dis 'n foon. 'n Foon gebruik ons om
tweerigting communicatie met iemand te hê. Ek kan bijvoorbeeld my foon vat en iemand in Amerika bel. Ek kan my foon vat en ek kan iemand in dieselfde dorp as ek bel. Die punt is, ek kan enige iemand, enige tyd, enige plek bel. En ek gaan tweerigting communicatie gewoonlik terugkry. Dieselfde is met God. Ek hoef nie foon te gebruik om God te bel nie, maar ek kan enige tyd, enige plek en enige manier kan ek met God gesels. En dan gaan tweerigting communicatie wees. Ek moet net onthou, wanneer ek met God praat, moet ek hom kans gee om terug te praat. Wanneer ek my sê gesê het, as ek met God praat, moet ek hom kans gee om met my te praat, en dan moet ek luister. Vandag wil ek julle 'n versie leer. Dit staan in Jeremia 33 vers 3. Kom ons lees om eers gegaan. Hy sê, roep my aan, en ek sal jou antwoord en jou bekend maak, groot en onderdeur grondelike dinge wat jy nie geweet het nie. So hy sê, roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en onderdeur grondelike dinge wat jy nie geweet het nie. Sê dit saam met my. Roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondergrondelike dinge wat jy nie geweet het nie. Kom ons bid saam. Vader, vandag sê ons vir u dankie, dat ons weet dat u groot en u God is, Vader. Ek sê vir u dankie, dat ons weet, ons kan enige iets van u vra, en u dit aan ons bekend sal maak, Vader. Ek wil dat u ons in hierdie week sal lei, en sal bewaar, Vader, dat ons sal wees dit wat u wil hê ons moet wees, Vader. Ek wil dat u vir elke kind in hierdie week sal lei, Vader, dat hulle tot die beste van hulle vermoë dit sal doen wat U hulle geroep het om te doen, Vader, dat hulle waar by hulle huise is, dat hulle sal wees soos U wil hulle moet wees, Vader, en ek bid dat hulle vandag sal leer, Vader, dat gebed 'n oop kanaal is tussen hulle en U, Vader, en dat hulle U enige iets kan vra. Amen. Dankie dat julle saam met ons gekyk het. Ons hoop julle het geniet. Onthou, gaan leer Johannes 3 vers 16 en die een wat hom die beste ken, sal 'n prys kry as die kerk weer begin. Lekker dag vir julle. Hoop julle skakel weer saam met ons in volgende Sondag. Bye!